in Vroeling, we staan op de markt. De markt wordt 6 december officieel geopend. Want de laatste 2 jaar is er heel veel verbouwd op de markt. Een hele grote verandering. Maar u bent ondernemer geweest aan de markt. Want we staan nu eigenlijk voor uw voormalige winkel. Ongeveer op deze plek. Zeg ik dat ongeveer goed of? Nou, niet helemaal goed. Maar heel vroeger hier stond er hier op de hoek was een ondernemer. Dat was een ondernemersgezin, de familie Riphagen. Die deden in goot en uurwerken. En klokken, die stond hier op de hoek. En dan praat ik weer jaren later, stond hiernaast een sporthal. Maar het klopt inderdaad, ik ben begonnen op de hoek waar nu de Ethos zit. Daar ben ik begonnen. Dus daar ben ik als sparzaak begonnen dus. En daarna is het verplaatst deze kant op. Derenschot was een dorp natuurlijk, dat komt uit de veen is dat groot geworden. Dus ik bedoel, vroeger was er geen geld. En dat waren ondernemers. Derenschot is een heel krachtig dorp altijd geweest. En waar de mensen vanuit de verre omgeving naartoe kwamen. Want hier waren de ondernemers altijd enthousiast bezig met elkaar. Het was een enthousiast dorp. Het was een dorp die ook al heel snel... Nu praat ik even de tijd van mijn vader, want die heeft ook vroeger in de middenstand gezeten. Welke tijd was dat? Van de tijd van uw vader? Dan praat ik over de jaren 50, begin 50. Zeg maar toen in die tijd waren er nog 3 middenstandsverenigingen in het dorp. En al snel hadden ze in de gaten, we moeten dat samen doen, we moeten samen één worden. En er is dus 1 middenstandsvereniging uit ontstaan en die zijn altijd super actief geweest. En dat is tot op de dag van vandaag is dat nog altijd zo. We hebben een heel actief dorp en dat moeten we zo houden. En belangrijk is. Maar vroeger waren er dus 3 middenstandsverenigingen? Vroeger waren er 3 middenstandsverenigingen. Ja, want u had het net ook over thuis bij de kop koffie, over de markt. U had een eigen vereniging. De markt? Die van vroeger uit waren de ondernemers van de markt. Die waren ook al, die hadden de handen ineengeslagen en we moeten aan de markt zorgen dat we iets speciaals hebben. Vandaar ook altijd dat 25 jaar of 40 jaar lang hebben we dus daar een grote kerstboom gehad staan op de markt. En dan praat ik vanuit mijn tijd dat ik aan de markt ben gekomen. Dat was in 1973. Ik bedoel, en toen had je nog een slagerij Vos aan de markt en toen had je nog een galanteriewinkeltje van de familie Krikke. En toen was het vroeger nog bakkerij Oegema en dat is hier op de hoek. Maar daar komen we straks ook nog aan toe. Dat was een groente- en fruithandel van de Jong. En zo waren er dus diverse winkels. En vroeger was hier ook nog een cafeetje. Dat was Tante Margreet was dat. En zo zijn er, maar goed, daar kom ik straks nog verder op. Dus er was heel veel te doen aan de markt. En vroeger, waar dus later Super de Boer zat, was vroeger het pand van Rijkers. Dat zegt mij niks. Heel statig pand. Dat is eeuwig jammer dat dat af is gebroken. Maar er was een geweld. En daar verkochten ze ook op huishoudelijk gebied alles. En ook op galanteriegebied. Maar het was een supermooie winkel. En naast dat pand van Rijkers, daar stond vroeger het Jodenkerkje. En dus het werd vroeger dus, werd het ook dit als kerkdienst. En daarna is daar, nog later is daar de heer Tilbeke ingekomen. Een broer van de Tilbekers uit Lemelenveld. Die is daar ingekomen. En die heeft daar dus dat pand, dus zijn vergenteloos zaak, jaren bediend. Maar die man is ook helaas te vroeg overleden. Dus de sporthal. De Citadel. De Citadel. Die stond hier waar nu de Albert Heijn zit. Dus. Maar thuis had hij het over, want voor de Citadel, wat stond er toen dan? Dat weet ik niet meer. Maar ik vermoed een gewone burgerwoning. Maar de Citadel, wanneer is die gebouwd dan? Zo ongeveer in die tijd. Ja, die is 2 keer gebouwd, maar die is ook een keer afgebrand. Oh ja. De exacte datum, ja, dan weet ik niet. Daar ben ik niet zo goed in. Maar toen de Albert Heijn toen de Citadel eraf gegaan is, is dus hier de C1000 gekomen, direct al in die tijd? Is eerst de Sparrier gekomen. Dus, en daarna is het C1000 geworden. Dus, en de Albert Heijn die zit hier inmiddels, dit is het, moet ik even kijken. Dit is het 3e jaar dat de Albert Heijn hier zit. Daarvoor heeft 10 jaar is het C1000 geweest en daarvoor was het Spar. Oké. Okay. Zullen we eens naar de plek toe gaan waar u met uw spar begonnen bent? Zullen we doen.
hier voor een leeg pand. Daar heeft dus voorheen de Ethos gezeten. En daarvoor was het de Spar supermarkt van Gerard Vroeling. Dus begonnen een Spar hier in 1973. Toen is het pand gebouwd door de firma Beverwijk uit Balkbrug. En vanaf 1973 tot 1992 heeft daar dus de Spar voor de markt gezeten van de familie Vroeling. En in 1993 is het overgegaan naar de familie Geerts. En daarna is het dus overgegaan in handen van Michel Oring. Die dus nog, en de familie Geerts, die is dus, heeft dus 10 jaar dus daar met C1000 gezeten. En dat is daarna in handen gekomen van Michel Oring. Maar toen was het pand inmiddels ook al verplaatst, waar dus de sport al heeft gestaan en waar dus de huidige Albert heen zit. Maar dan even terug naar uw eigen pand, want u heeft het pand ook laten bouwen in die tijd. Ja. Ja. Want wat stond hij dan toen u hier kwam? Stond waar nu ongeveer dus de schoenreparatie zit en waar dus de fruit, groente en fruit zit, die bij de winkels. Daar heeft vroeger een belastingkantoortje gestaan. Okay. Van wie dan? Dat was het belastingkantoor van de gemeente. Oh, dus daar konden de mensen de belasting betalen, et cetera. Dus, en daarnaast stonden de burgerwoningen. Die liepen zo door naar de Marktstraat in. Dus en het pand waar dus, zeg maar, dus het pand wat nu nog momenteel leeg staat en waar achter dat pand waar nu de firma Hogeveen is, dat liep dus door. Allemaal, dat was allemaal, dat behoorde toen de tijd tot de supermarkt. Maar daarvoor stonden daar burgerwoningen. Dus, en er was vroeger zat daar een schoenreparatie en dat was van de familie Hondhorst. Dus die man die was schoenhersteller. Dus een anekdote nog natuurlijk, dus, want dat is, in feite is dat nog een opa en oma van mij geworden doordat ik met mijn eerste vrouw, die was Annie Haverkort en haar moeder was ook van Hondhorst. Dus het zit, wat dat betreft is het zit daar ook nog een beetje familiewerk. Dus, Oké. Ja, en daarnaast stond een pand van de familie Oegema. Dus de firma Oegema, wat nu nog de transporteur is, daar van de opa en oma, die hebben hier gezeten, ook met een pand. In de Marktstraat? In de Marktstraat nog, ja. En daarnaast zat een drankenhandel van de firma Meijerink. Dus. Kunt u mij die aanwijzen hier in de Marktstraat? Jazeker. Hier stonden er dus twee dubbele woningen stonden hier in de Marktstraat. Waar die ene van, wat ik zo even vertelde, ook de familie Hondhorst woonde. En die andere woningen, als ik het goed heb, die waren toen de tijd van Scheepswerf Peters. Daar waren de woningen van en die werden verhuurd aan de mensen die daar werkten. Ja. Uniek in de Marktstraat, daar was vroeger een pand van de firma Oegema. Dus, en er werd vroeger ook van daaruit werd er, zeg maar, transport gepleegd. Later is die zaal die daarbij was, dat was een groot pand, daar zijn later ook nog kerkdiensten gehouden. Dus in een soort kerkzaal hebben ze ervan gemaakt. Langs dat pand liep ook een pad naar de Tuinstraat. Dus. Okay. En als we ons omdraaien, yeah, en we kijken dan weer naar de westkant toe, yeah, en waar we nu staan, er is voor Bloemenheus Alice. Vanaf hier ongeveer liep het pand van de firma Kiewit, vroeger Hotel Centraal, yeah, dat liep naar de markt om de hoek daartoe. En dat was een café-restaurant voor aan de marktkant. En waar we nu staan, dat was een zaal, een grote zaal. Daar werden vroeger, zeg maar, alle verenigingen, die kwamen hier naartoe. En er werd toneel gespeeld en er werd muziek gespeeld. Er was regelmatig, was er hier ook een uitvoering van de een of andere gelegenheid. Dus, en dat gebeurde in de Marktstraat. Allemaal hier zo. En als ik dan aan dezelfde kant blijf, ja, achter het pand van de, dat was Henk Kiewit. Dus aan de Lange Week was het Harmkiewiet, maar dit was Henkiewiet. En achter dit pand was vroeger een kruidenierswinkeltje van de firma Platel.
En daarnaast was weer een galanteriewinkel waar nu de Heerma zit van de firma Tix. Dus. En dan gaan we naar de andere kant. Want naast het pand wat ik zo even vertelde van de firma Oegema, was een grote drankenhandel van de firma Meijering. Dat was waar nou de Wibra zit? Dat is waar nu de Wibra in de Reali zit. Dus. En verderop. Vroeger waren er ook woningen, maar er is later het confectiebedrijf gekomen van de Derova, van de familie Scholten. En dat liep helemaal door tot aan de Julianenstraat om de hoek. Oké, maar later is hier toch ook het winkelcentrum De Vaart gekomen? Dat is inderdaad. Dus... Maar hoe was dat in die tijd? Dus die confectiefabriek, die is toen verplaatst naar Nieuw-Leuzen van Derova. En toen heeft meneer Scholten van de confectiebedrijf van Derova, de eigenaar, die heeft daar toen een winkelcentrum van gemaakt. Dus dat heeft hij dus, dat was een man die had geweldige ideeën en een hele vooruitstrevende man ook. En die heeft ook, heel veel mensen van de dienst weten dat nog wel, dat we hier ook een brug hebben. Gaat van het ene pand naar het andere pand aan de andere kant. Dus het was een man die zag dat voor zich en dat moest gebeuren. Dus die liep zijn tijd ver vooruit op dat moment. Maar dat is altijd wel, wat ik ook in het begin zei, Derenswaard is altijd een vooruitstrevend dorp geweest. En gelukkig hebben we ook van die ondernemers gehad die dat zagen en die er ook mee bezig waren en die het ook uitvoerden. Dus er werd natuurlijk nog wel eens, moet het allemaal, moet het? Dat zeggen we nu, de heden daar ook nog. Maar we zitten nu in 2014 en toen zaten we natuurlijk in 1970, 1980. Dus, geweldige mensen die hebben ontzettend veel betekend hebben voor het dorp. En was er nog spraakmaker, hè, dat winkelcentrum, in die tijd? Meneer Scholten was zijn tijd vooruit. Vooral voor een dorp als Derenswaard. Net zo goed dat hij toen de tijd, dus ik denk dat het ongeveer geweest is in... Rond eind jaren 70, dat hier toen een HEMA is gekomen. Dat was heel revolutionair voor Derenswaard. In zo'n dorp komt er HEMA. Geweldig. En dat heeft ook mede het dorp groot gemaakt. We staan hier nu voor Bakkerij van der Morst. En hiervoor is er natuurlijk nog een sportzaak geweest van Jan Bos. Maar daarvoor was het een slagerij van Willem Vos. Jarenlang heeft hij hier aan de markt gezeten. Ik zou zeggen, ik weet niet anders. En dat die, meneer Vos hier een slagerij heeft gehad. Het was een geweldige slager, stond ook heel goed bekend. En dat was een begrip in de Derenswaard, slagerij Vos. Dus die heeft er heel veel jaren heeft die gezeten. En er waren ook de mensen mede, wat ik net al vertelde, dus van Krikke en vroeger van Rijkers. En ook het cafeetje wat verderop zit nog. Maar er waren allemaal ondernemers die dus de markt groot hebben gemaakt. En waar ook al een verbondenheid was. En samen doen met elkaar, samen moet je doen en samen bereiken is. Dus dat was geweldig. Dan lopen we verder en naast het pand toen van Slagerij Vos, daar was een winkel van, of een café. En dat was van de Tante Margreet, werd er altijd gezegd, maar dat was van de familie Luchtenberg. Wat is nou dus Juwelier Koenjer? Nu Juwelier Koenjer zit, ja. Maar dat was echt een dorpscafeetje? Dat was een dorpscafeetje, ja. Maar... Er was vroeger, toen de Averese Kunstkring nog bestond, ja? Die had hier de repetitieavond, al die bij Tante Margreet. Dus in het cafeetje. Oké. Wat leuk, ja. Ja. Goh. Ja. Ja, zo kan het ook nog. Ja. Maar dat was vroeger. Dat was vroeger. Toen kon dat. Toen was ik nog kind. En toen hoorde ik dat. En een broer van mij, die is ook jaren. Is mijn oudste broer Dolf. Veel kennen hem misschien nog wel. Maar in ieder geval, die is jaren nog lid geweest ook van de Javerese Kunstkring. En toen hij jong was. Toen is hier nog begonnen, dus ook bij Tante Margreet als oefenruimte en later zijn ze naar het centrum gegaan aan de Julianenstraat.
Meneer Vroeling, dit is wel een bijzondere plek op de markt. Maar dit is echt veranderd hier. Ja, waar dus nu het Lekkerbekje zit en de drankenwinkel van de Mitra, daar stond vroeger het Jodenkerkje. En dat was ook een bijzonder pand. Gedenkteken staat ook altijd nog op de markt natuurlijk daarvan. Maar het is... Het was een bijzonder pandje en wat dus vroeger ook gebruikt werd als kerk. En dat is later dus, is dat gebruikt dus door Van Gint en Loos. Er zat een meneer Tielbeke, een Tielbeke van de broers uit Leemleveld. En die woonde ook aan de Julianenstraat, waar nu op dit moment de Jumbo nog zit. Daar woonde hij, dus in een statig pand daar. En even een verder stap verder, dat pand is vroeger ook de familie Stap gewoond. En die meneer Stap die was nog onderwijzer aan de Mulo aan de Moerijnstraat. Dus zover verraad ik al terug. Maar in ieder geval, die heeft, later heeft er als Van Gent en Loos dienst gedaan. Dus die bracht goederen rond in rond het dorp in Deernsvaart. Dus die meneer Tielbeke die is vrij vroeg overleden. Ik dacht op 51-jarige leeftijd al. En toen is dat weer in handen gekomen van de broers in... In Leemleveld. En we weten nu ook dat die Tielbeke nu een zoon daarvan, dus al die gebouwen verhuurt, dus aan de Moerijnstraat. Dus daar zijn ze later naartoe getrokken. Dus ja, zo gaat het in het leven, dus het verandert allemaal. Dus en als we een stap verder gaan, waar nu dus de winkel van Action zit, en voorheen heeft daar de boer gezeten, dat was vroeger een heel statig, prachtig mooi pand. En wat dat betreft is er ontzettend veel veranderd in Deernsvaart natuurlijk. Maar goed, dat is ook de ontwikkeling van de tijd. En dat was vroeger een pand van de familie Rijkers. En dat was, daar waren al die prachtige spullen op meubelgebied. Echt het luxe assortiment werd daar dus verkocht. En dat was een, ja, voor die tijd was dat ook weer vooruitstrevend voor Deernsvaart. Dus... En dat is in feite is Deernsvaart nog steeds vooruitstreven, maar het was wel iets bijzonders. Mensen die dat nog weten, die moeten daar nog steeds een goed gevoel bij hebben. Dus dat is, Maar even terug naar de Action. Daarvoor zat daar dus Super de Boer. Kunt u daar wat over vertellen in die tijd? Super de Boer, er zijn nog heel veel mensen zullen weten dat we dus nog de Ede hebben gehad in de Markstraat. En die heeft daar verschillende jaren gezeten. En in 1973, dus daarvoor is de Ede al van de Markstraat hier naar de markt gegaan. En in 1973 is dat in handen gekomen van de firma De Boer. Dus, en toen is De Boer Supermarkt hier begonnen, dus in Deernsvaart. Dat was in 1973. Dus, en het verdere verhaal kennen we natuurlijk, dus die heeft er jaren gezeten en daarna zijn ze vertrokken hier helemaal uit het dorp. De bedoeling was natuurlijk dat ze ook nog naar de Lange Wijk zouden gaan, waar nu dus de Lidl zit. Dat was de bedoeling in het vroegere pand, wat ook nog mijn vader toen de tijd heeft gezet en waar dus de Spar dus in... In begin jaren of eind jaren 50 naartoe is gegaan. Dus daar zou de boer, Super de Boer naartoe. Maar goed, in die supermarktwereld is er veel veranderd. En ook de boer is overgenomen. En zodoende is alles anders gelopen dan eerder de bedoeling was. Café Marktzicht en Cafetaria de Kast. Vroeger was dat dus één café. En ik weet nog dat de familie Hartman daar jaren niet heeft gezeten. Dus, en daarvoor weet ik het niet meer, maar in ieder geval. Dus, maar het pand is ook nog steeds van de familie Hartman, als ik het goed heb. Dus dat is, maar die heeft hier ook jaren gezeten, dus dat café, dat hoort bij de markt. Maar nou, de brandweken zijn er, want dat is dus weg. Dat heeft er ook jaren, in de jaren 70 is het daar gekomen. Ja, ik denk het wel, rond die tijd, ja. Maar daarvoor dan? Wat was dat? Ik heb erover na zitten denk ik, maar... Dat heb ik niet meer zo goed in beeld. Maar ik denk dat er een woning heeft gestaan. Of ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Dus, en als we dan verder richting de Wisseling lopen. Dan zat daar op de hoek. Zat vroeger de firma Rood. Dus de huidige. De opa en oma van de huidige jongens. Die Rood. Han en... En Tom. Ja. Dus de opa en oma van Han en Tom. Die hebben daar een winkel gehad in comestibles, noemden ze dat vroeger. Dus die verkochten dus melk.
Die opa die ging nog altijd met de fietskar, met de bakfiets langs de huizen, melk en kannenmelk. Want yoghurt bestond toen nog niet. Dus dat is allemaal later gekomen, gingen ze langs. Maar ze hadden hier een winkel, echt een luxe winkel, waar dus op kaasgebied, op allerlei gebieden, wat je voor in die tijd in zo'n winkeltje kon treffen, een super mooi winkeltje voor het dorp Dedemsvaart. En dat is de plek waar nou Cafetaria De Wisseling zit? De Wissel, ja. De Cafetaria De Wisseling, waar die zit. Daar hebben ze vroeger die winkel gehad. En in hetzelfde pand, daarnaast, zat vroeger de confectie Reuben. En die confectie Reuben, die is daarna vertrokken, waar nu het dorp zit, restaurant Het Dorp, daar is Reuben daarna naartoe gegaan. Dus... Oké, maar nou, we staan ook bij de markthal. Dat is het voormalige oude postkantoor. Dat is nou een restaurant, nou een markthal. Maar kunt u zich nog herinneren dat daar post verzameld werd en dat daar de postbodes rol? Helemaal, geweldig. Ja, want daar moest je vroeger nog met de kwitantie naartoe. Als je iets betaalde, moest je daar naartoe. En dan moest daar betaald worden. Dus als je iemand moest betalen, dan ging je daar naartoe. Want dat deed allemaal via het postkantoor. Later kon je het in een envelop drukken en iets anders, maar dat was toen in de tijd nog niet zo. Je ging daar naartoe, je betaalde aan de balie en dan werd het verder getransporteerd. En je kwam ook echt een hal binnen. Dus opzij, aan de westkant, dan kwam je daar de hal binnen en dan liep je daar, dat was een hele balie, al afgesloten hoor. De dames of heren die er zaten, die zaten achter een loketje en zo werd je behandeld. Dat was echt historie, geweldig. Ja. Mooi. En daarachter zijn we in het aanbouw wat daar aan vast heeft gezeten. Daar werd de post gesorteerd, daar werd alles verwerkt. Waar nou de markthal op staat? De markthal op staat, ja. Klopt. En aan de andere kant, dan praat ik weer aan de hoofdvaartkant, waar nu de sportschool zit. Daar zat vroeger de firma Hogeveen. Die zit nu in de Marktstraat, confectie. Maar die zat daar. Dus dat pand was vroeger van de firma Hogeveen. En die, dus zeg maar de opa en oma van de jongens, de huidige jongens Hogeveen, die zijn daar vroeger begonnen met de confectie. En die gingen ook nog met de hondenkar vroeger, wat ik mij verteld is. En later met de fiets gingen ze de boeren weer langs met de confectie. Dus ook historie gesproken. Ja. We staan op dit moment achter die prachtige markthal aan de markt. En we hebben het natuurlijk op dit moment over de markt. En ik heb net verteld van de firma Hogeveen, die daar op de hoek zat, van de hoofdvaart naar de markt toe. En achter het pand, en daar staan we dus nu voor, was vroeger waar nu Mauray scooter zit, daar was vroeger Garage Westerbaan. Dat was een garagebedrijf. Je had ziekenvervoer. Dus die had ook de ziekenauto, waar alle mensen die in het dorp wonen. En nu gaan er heel veel mensen naar Harderwerk, maar vroeger ging je alleen maar naar Zwolle. Dus als je ziek was of je had wat, dan ging je naar Zwolle, naar het ziekenhuis. En dus je had ziekenvervoer en die had ook taxivervoer. Als je met de taxi weg moest, dan kwam de firma Westerbaan, die deed het allemaal. En met trouwpartijen. Die hadden ook een bruidsauto, dus dat was vroeger de firma Westerbaan. Maar daarnaast hadden ze ook een garagebedrijf waar je auto's kon laten repareren. Dan praten we gelijk wat ernaast stond. Dat was wat nu dus Bakkerij Oegema, het heet nog steeds Bakkerij Oegema, maar de familie Ubbels beheerde dat nu. Dat is nu de eigenaar, maar in ieder geval daar was vroeger die Bakkerij Oegema. En zover als ik weet, hebben die daar jarenlang gezeten. En dat was ook de bakker in het dorp. Net zo goed als heel vroeger had je bakkerij Jacobs aan de Lange Wijk. En had je dus ook een bakkerij aan de Julianenstraat. En zo had je in het dorp verschillende bakkers zitten. En heel vroeger had je dus ook bakkerij Nanning, wat nu een koek en een fabriek is. Maar zaten ze dus verderop aan Sluis 6. En bakkerij Nanning die had al zijn venters in het hele dorp. Want er werd brood, praktisch het hele dorp had brood van bakkerij Nanning.
En terwijl ook wel natuurlijk, want op de Noordstreus hadden we ook nog, bij de Mulderij hadden we ook nog een bakkerij Brinkman. Er was vroeger was er heel veel, collega-concurrenten waren er vroeger ook al. Heb je nu nog steeds. We staan nu voor een prachtig mooi oud huis nog en dat is nummer 8 aan de markt. Voor zover ik weet is daar nooit een winkel in gezeten. Daar heeft de familie Drent al vroeger gewoond. En ik dacht ook de familie Van Assen hebben daar gewoond. En op dit moment wordt het, dacht ik, bewoond door de familie Ubbels. Dus het is altijd dus een prachtig mooi oud huis geweest. En wat zover ik dat kan zien, moet dat aan de markt blijven. Want dat zijn dus van die pandjes, die moeten we niet kwijt aan de markt. Dus, en als we een stap verder lopen. Ja, we staan nu aan de markt nummer 10. Ja, en daar zat vroeger de familie Krikke. En als we goed kijken, dan staat op het raam nog K. Krikke. Want dat was dus, er woont op dit moment ook nog een meneer Krikke. Maar dus de vader en moeder ervan, dat was Klaas Krikke. Zo heette dat ook. Die verkochten dus galanterieën. Daar was een winkeltje waar van alles te koop was. En op veelrijk gebied. Dus dan ging je even naar de familie Krikke om daar binnen te lopen. Dus en dan werd je altijd keurig behandeld. En voor zover ik weet waren die mensen toen al oud. Maar toen was ik natuurlijk nog jonger. Maar fantastische mensen die altijd, waar je altijd heel goed geholpen en bediend werd. Dus prachtig. Maar goed, het is nog altijd, het pand is niet veranderd. Alleen het is geen winkel meer. Dus dat is weer. Ja, we komen dus nu aan bij de Nooit en bij de Pizzeria Venezia. Ja. Wat is dat altijd geweest dan, hiervoor? Hiervoor, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, daar hebben dus heel veel bedrijven hebben daar door de jaren heen ingezeten. Dus het is wat het nu is. Dus in het verleden zaten er ook andere mensen in. Ik dacht ook al eens een café geweest. Op allerlei gebieden heeft er ingezeten. Ik kan het niet precies vertellen. Nou, zichzelf ook een na te denken. Want is er ook niet de platenzaak van Abby ingezeten? Ja, inderdaad. Dus Abby van Dijk, die heeft er zelfs ook zijn platenzaak nog gehad. En die later is naar de multimedia, dus naar de Julianus naartoe gegaan. Maar die heeft hier ook gezeten. En er is ook een firma uit Hogeveen heeft hier in het verleden in gezeten. Dus heel veel bedrijven hebben hier dus wel plaats gehad. En het maar dit zijn blijvers? Hopelijk. Ja, maar die zitten er al heel lang nooit in Venetië. Ja, dus hopelijk blijft dat ook zo. Dus dat is, ja. En dan gaan we naar een adres toe, de markt nummertje 20. Markt nummer 20, daar woont de familie Muller. Zover ik weet wonen die er al jaren. Wat daarvoor woonde, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval meneer Muller en ook zijn vrouw natuurlijk. Dat zij was zelfs nog een klasgenoot van de Muller van vroeger van mij. Dus, maar in ieder geval, die Jan Muller is toch een man aan de markt geweest die ontzettend veel ook samen met ondernemers aan de markt altijd dus de markt actief heeft gehouden. En dat was ook de man. Ik had het in zo even over Willem Vos. Maar er waren ook de mensen van de kerstboom van vroeger uit al. Dus, en die hebben dus jaren dat ook in stand gehouden. Ik heb er zelf, zolang ik aan de markt heb gezien, die 8 jaar ook aan meegewerkt en daarna ook nog. Maar Jan Muller is ook de initiatiefnemer van de kerstboom. Is hij ermee begonnen? Mede de initiatiefnemer ook van de kerstboom. Dus die heeft al die jaren, heeft hij dus, zolang die kerstboom aan de markt heeft gestaan, heeft hij er ook aan gewerkt. Fantastisch. Nog een pluim, die heeft haast een gouden pluim verdiend, want die heeft er ontzettend veel voor gedaan. En die heeft ook ontzettend veel voor betekend. En gelukkig, ik roep wel eens van Delis van in dorp waar al die enthousiaste mensen en die ook altijd bezig waren. Maar dit was zo'n man die had gevoel, er moet wat gebeuren, we moeten samen wat doen en dat deed hij ook. Hij was mede initiatiefnemer ervan en dat is geweldig. En we staan nu voor het cafetiaire, het eethuisje. En de mensen van eerder, van het verleden, weten vast nog dat hier vroeger groente- en fruithandel De Jong zat. Ja, er was een groente- en fruitzaak. We weten haast niet anders, die zaten aan de markt. Dus
altijd actief, actief mensen. Hij ging in het verleden met vader wagen, dacht ik, bij de mensen langs met groente, later met zijn auto. En hij was natuurlijk niet de enige in het dorp, want we hebben ook de familie Haverkort aan de Moerheimstraat gehad, die daar ook een groente- en fruitzaak hadden, waar nu dus van de Jong en Laan zit, hadden die dus een groente- en fruitzaak. En wat later kwam er ook nog groente- en fruitzaak van Frans van Dijk aan de Van Haringstraat. Dus er zijn wel meerdere groente- en fruitzaken geweest. Maar hier aan de markt, dit was de Jong. Dat was de groente- en fruitzaak aan de markt. Geweldige mensen ook, altijd heel actief geweest. Dus altijd in voor een praatje. Dus wat dat betreft, de tijd gaat door, er verandert ook steeds wat. Dus en nu zit er dus een cafetaria in en dat is na die periode is dat inderdaad een cafetaria geworden. Dus waar ook al verschillende ondernemers in hebben gezeten. Dus, Meneer Vroeling, dit is wel op deze plek verandert er momenteel ook heel veel. Want voor een jaar geleden is het postkantoor eraf gehaald. Maar neem eens mee terug voor het postkantoor. Ja, het is nu natuurlijk een enorme boper. En iedereen die er op dit moment langs loopt, die is verbaasd wat ze momenteel al doen. En het wordt natuurlijk een geweldig gebouw wat er straks komt. Maar, en ik praat nu even over nu. Waar dus straks de HEMA komt, waar de Kruidvat komt en waar ook de Jumbo in komt. En plus nog een ondernemer, is nog niet bekend, maar daar is men druk mee bezig. Maar daarvoor was het natuurlijk ook het postkantoor. Maar als ik, en dan ga ik terug in de tijd. Daarvoor stond er een geweldig pand. Daar stond de brandweerauto in. Okay. En er was ook het politiebureau. Geweldig oud pand. Als je terugdenkt en als je nog dat, mensen die dat nog weten en dat pand nog voor ogen hebben, zeg, wat zonde dat het afgebroken is. Maar zo zeggen we dat van heel veel panden. Is natuurlijk niet zo, want de tijd staat niet stil en de tijd moet doorgaan. En ook nu, ook in deze tijd van recessie. Tijd gaat door en we krijgen weer een geweldige markt, daar ben ik van overtuigd. Dus ook wat er op dit moment nog leeg staat, dat wordt ook ingevuld, daar ben ik 100% van overtuigd. Ondernemers blijven er en vooral in deze tijd, en dat zeg ik even tegen de ondernemers van nu, probeer vernieuwend bezig te zijn. En als we die ondernemers hebben, dan redden ze het ook, daar ben ik van overtuigd. Terug naar toen, dus de brandweerorde stond erin, het was een politiebureau, geweldig. Daarnaast, en dan gaan we richting de Jude van Marrelaan. Er stond een prachtig groot herenhuis. Prachtig pand. Daar hebben ook mensen toen de tijd al van de gemeente in gewerkt. Precies weet ik het allemaal niet. Ik dacht dat er ook een meneer Wetter woonde. Maar ik noemde hem, maar die naam zal vast bekend zijn bij verschillende. Maar het was een prachtig oud herenhuis pand. Een voor die tijd. Een geweldige markt. Onvoorstelbaar mooi. Dus, en als we dan teruggaan aan de Jude van Marrelaan, waar nu dat pand staat. Ik heb hier niet in beeld, maar in ieder geval de naam. Maar in ieder geval waar nu dus de verschillende bewoners woonden aan de Jude van Marrelaan. Ja. Daar stonden vroeger een rijtjeswoning. Ja. Dus waar verschillende mensen hebben gewoond. Is later afgebroken. En dan duplex, er stonden duplexjes. Duplexjes stonden daar, inderdaad. Die stonden daar. En waar nu ook dit prachtige pand. Het is nog van. Ik dacht, het pand is ook door de Vesten toen de tijd gebouwd. En er zijn veel mensen hebben daar woning gekocht, maar ook worden ze verhuurd. En het pand is dus ook voor een groot gedeelte een eigendom van de Vesten. En het wordt gehuurd door. Op dit moment heet dat Van Dedenmarkt, de Baalde-Borg-groep, maar voorheen Avondlicht. Dus die verhuurt de woningen daar ook van. Dus er wordt ook veel zorg verleend in dat pand. Dus dat is, maar dat is even globaal, dus de markt. Dankjewel. En ik hoop dat vooral de mensen de gevoel bij krijgen hoe het eerder was. Maar dat we in deze tijd, dat er ook, we proberen het met elkaar goed te doen. En dat we ook deze tijd, als we het samen doen, komt het ook weer uit.